Tom, we gaan vandaag kijken hoe dat gesteld is met de bodemkwaliteit en mogelijk enkele tips hoe dat je het nog kunt verbeteren. Via de prikstaf gaan we eigenlijk de verdichting gaan opsporen als er een eventuele ploegzool zit. Maar op dit veld zit er geen indicatie van een ploegzool. Mocht dat er toch zijn, is dat best om te diepgronden, maar hier is het zeker niet nodig. Ideaal is 40 cm. Ja, 35-40, ja. Net onder de verdichte zone. Ja. Mooi, we zullen hier de bodem gaan bekijken. Prima. Ik denk dat het handig is om even achter de trekker te zien of dat het bandendrukwisselsysteem zijn werk doet. Op hoeveel bar staat hij nu? Hij staat nu op 0,042. 0,042? Ja. Nou, dat is prima. We gaan uit van minder dan een half bandenspanning, zeg maar, aan bar. Eerste deel doe je helemaal niks. Nou, ietsje meer weerstand. Ietsje meer weerstand. Maar hij komt nog ineens in het geel, hè? Oké. Okay. We zien hier een kleine verdichting op vrijwel 30, 35 centimeter. Ja. Dat betekent dat daar de oude ploegzool aanwezig is. Okay. Ik begrijp dat u nu 2 jaar met de bouwverlichter rijdt. En dat is op zich een prima maatregel om vlak onder de oude bouwvoor het op te lichten. Zodat er wat meer ruimte komt om de wortels daar doorheen te laten. Ja. En ja. Tenslotte ook het water naar beneden kan. Het is gewoon een krummie. Een mooie kruimelige structuur van grond, ja. Ideale bewerking, niet intensief. Mm-hmm. We zien een goede doorworteling. Het zou slechter zijn moest je een scherp afgesneden blok hebben. Ja, hoekig is het. Ja, hoekig is zeer slecht, dat uit op de verdichting. De structuur breekt mooi open. Ja, dat is perfect. He. Perfecte doorworteling, kijk, perfecte warm. Structuur. Aanwezigheid van bodemleven. Een mega grote. Een mega grote regenworm, dat is eigenlijk een pendelaar. Je kunt dat herkennen door de twee kleuren. En dat is eigenlijk een worm dat echt diepe hangen maakt tot 2 meter diep. Tot 2 meter diep? Tot 2 meter diep. Zorgt dat voor verluchting, beluchting en waterdoorlaatbaarheid van uw grond. En dit is wel een beetje nou, een soort meer een plaat gebeuren. Dat is wel een beetje het typerende van een ploegzool. Maar hij is niet heel erg storend. Je kan het wel zien. De oude wortels gaan hier nog wel doorheen. Mm-hmm. Alleen de kleur is nog niet goed. Maar je zou met de bouwvoorlichten zou je dan eigenlijk net deze laag even moeten lichten. Maar je ziet dat de wortels toch zeg maar, een beetje aan het zoeken gaan om naar beneden te kunnen. Het loont. Hè? Werken aan de bodem is nooit af. Werken dat is een verhaal dat de basis van de landbouw. Door het bodemidee wordt dat nog eens bevestigd. Maar het is ook voor een beter welzijn voor de teler. Goede grond, goede opbrengsten, goede verdiensten. Logische volgen.